Kensington en Riddles, het raadseltje van de man uit Utrecht. De wedstrijden, ja. We hebben een paar mooie wedstrijden gehad weer. 6 punten in een weekend, wat wil je nog meer? Afgelopen vrijdagavond mocht NAC aantreden in het mooie Volendam. Dat was alweer een tijdje geleden, volgens mij 2009 of zo. Leon, weet jij het uit je hoofd? Dat zou het best wel eens geweest kunnen zijn. Dat weet je niet uit je hoofd. Nee, dat zal wel te weinig... waarschijnlijk hebben te maken met de dijk. De dijk? Want daar hebben menig een hun geheugen laten liggen. ik kwam in het uitvak op een gegeven moment. En ik ben gewoon vanaf huis gekomen rijden braaf. En met koffie. En ik heb wat mensen gesproken. En ik kon niet alles meer volgen. Laten we daarop houden. Oké, de wedstrijd. Oh, wacht. We gaan ook nog wel even naar het sfeerverhaal, maar ik wil even naar de wedstrijd eerst. Ja. Wat vond je ervan, Leon? Ik had wel het idee weer een beetje een... De eerste helft was... Het eerste helft verhaal. ik geloof dat ik de eerste paar minuten heb gemist, want toen was het volgens mij... Maar dat kwam niet door het bier? Nee, toen waren wij nog ergens op de dijk. Ik weet het niet, ergens tussen de dijk en het stadion. Je was gewoon te laat. Ja, dus... Glansrijk, volgens mij heb ik zelfs nog het eerste doelpunt gemist. Nee, die hebben we niet gemist. Nee, we waren redelijk op tijd binnen. Dus om in ieder geval het eerste doelpunt te zien. Wat eigenlijk geen doelpunt was blijkbaar. Want Sjoerd Arsten hier stond... zeg ik het verkeerd. Kevin Brands. Ja, Kevin Brands. Die kopte een bal binnen Kenny van de Weg mooi voorgaf. En die kopte hem binnen, maar die stond net een tikkeltje buiten spel. Ja, ik heb mensen gesproken die dus niet het stadion binnenkwamen, omdat ze geen kaart hadden, die in het café zaten en het was toch wel buiten spel, hoor ik. Ja. Die hadden op tv dat zitten kijken. Ja, dat was vrij duidelijk. Dat was vrij duidelijk. Ja, daarna volgende mooie show, Nieuw Abraham. Ja, ik zit even terug te denken. Jij was al een tijdje daar met een busje vol, hè? Ja, wij gingen naar een busje vol niet, maar wel een volle bus. Weinig mensen, veel bier. Maar veel bier, weinig mensen in de bus. Ik zit even te denken, ik weet het meer. Het afstandsschot van Seuntjes zat er goed in. Maar die aanval, de voorzet van Mulder en die halve verhangende volley van Suk, dat was wel een prima goal. Ja, dat was ook wel een mooie goal. Ja. Maar toen was het weer klaar eigenlijk. Ja, maar daarna dat is een beetje probleem. Ben ik ook van die hele rare gekookte gehaktballen met mayonaise. Nou, die heb ik ook gezien. Zeg, Jezus, waren die tevreden of niet? Nou, die waren net zo lekker als dat ze eruit zagen. Oké. Maar die waren ze vroeger al in Volendam, is ongelooflijk. Ja, waren echt niet één. Die waren echt in het oude stadion daar. Ze hebben nou daar allemaal de tribunes verbouwd. En toen hadden ze die ook al. Dus er is niks aan veranderd, niks aan veranderd. Sterker nog, het zijn waarschijnlijk dezelfde geweest. Ik denk dat ze nog van 15 jaar geleden zijn ongeveer. Zo zagen ze er ook al uit. Dus die heb ik maar even niet genomen. Ja. Leon, even over het sfeerverhaal. Ja, dat was wel hoe was het op de dijk? Nou ja, op de dijk was het weer een fantastisch feestje. Want zoals aangekondigd kwamen daar weer hordes met NAC-supporters op af. Die er eigenlijk al in de vroege ochtend al zaten. Want er werden weer menige hotelletjes en vakantieparken. En er waren mensen inderdaad, die hadden daar een weekend geboekt zelfs. Ja, en daar was ik er eentje van. En, je had ook een heel weekend daar. Ja, dat was moest een weekend zijn inderdaad. Je moest nog voetballen daar. Ik ben zaterdag weer naar huis gegaan. Maar sommige van ons zijn tot zondag doorgegaan. Want ik heb allemaal van die verhuisplichtingen. Dus jij moest weer aan je huis knutselen? Ja, dus ik moest de jongens eventjes laten gaan. Die gingen dan nog een dagje achter Amsterdam achterna plakken. Wat meerdere zullen hebben gedaan. Maar een goed potje bier. Een paar kroegen waren helemaal in NAC-stijl verkleed. Het gat van Nederland of zo. Of het gat van Nederland. Het gat van Nederland inderdaad. En dat ademde een en al NAC uit en lachende gezichten. Waren er wat Volendammers te bekennen of meer Japanse toeristen? Nee, inderdaad. Ik heb weinig Volendammers tegengekomen. Althans, er waren veel Volendammers die we tegenkwamen. Die hebben we gecharterd om voor ons kaarten te regelen. Die dat maar altijd deze braaf. Ja, inderdaad, want we hadden geen kaart voor de wedstrijd. Ja, en bij het Gat van Nederland heb ik geen Volendammer binnen gezien. Wel, de barkeeper. Ja, achter de bar, maar geen Aziaten, want de wc's waren nog redelijk schoon. Oh ja, dat is van week gehoord. Daar op de wc ja, daar hoorde ik gisteren ook iets over, dat ze mensen daar, die Aziaten, die gaan op de bril staan. Ja. Als ze moeten poepen. En dan breekt de bril de midden. Ja, weet je, het is die mensen die kijken niet zo nauw op een bergje stront. Maar ja, het was ooit, ik kwam in de Fuji-tijd. Ja, ik ben een oude man, hè, dus bij de Fuji-tijd in de jaren 90 was het mooi dat de halve Fuji-shirts aan de Japanse keken de ogen uit op de dijk. Want het is Fuji, hey, hebben jullie Fuji aan? Dus die willen allemaal de foto met ons. Dus dat was ook wel mooi. Maar weinig Japanners, dus... Bijna niks. Ook buiten niet. Te koud, joh. Te koud. Het was mooi weer, weet ik nog wel. Hey, en na de wedstrijd ook nog in Volendam beland? Nee. Wij hebben onze touringcar terug laten karren met...
hoe heet de chauffeur? Marco de chauffeur. Was hij nog, vond hij het nog leuk? Ja, Marco, die had wel naast zijn zin. Oh, die had een prima... En prima de bus? De bus, mensen in de bus? Ja, de terugweg was een beetje tam. Tam? Ja, weet je wat het is? Dan sta je... Hoe laat gingen we rijden? 1:30? Oh, je was middags 1:30 gaan rijden. Ja, dan tank je jezelf goed af. Zat. Dus... En dan ga je even de kroeg in daar zo. En op een gegeven moment ga je dan het zaad erin. Dan heb je geen bier meer. Nee. Ja, dus na 2,5 uur is het... Is wel redelijk klaar. Dat zakt allemaal een beetje in. Dat zakt een beetje in. Ja, dus je hebt maar niet meer de derde helft gefixt. Leon, oh, wel. Ja, die in de bus dan. Maar Leon wel... Ja, jij bent, hey, ja, waar loop je allemaal naartoe, man? Die loopt de hele tijd weg. Ja, ik wil esthetisch gaan doen wat ik eigenlijk die vrijdagavond ook had moeten doen. Dat is water drinken. Oh. Dat ga ik zo even doen. Ja. Nee, de derde helft. Ja, joh, ik heb wel we zaten op een Volendam vak, hè, en we zijn op een gegeven moment na de wedstrijd de jongens van de andere tribunes gaan zoeken. Die, hè, ook onze NAC-vrienden. Maar we konden elkaar niet goed vinden op de hoeken van de stadion. Dus we zijn maar ergens maar lukraak ergens naar binnen gelopen in dat stadion. En we vonden onszelf terug ergens op de tweede verdieping in een hoek van het stadion. En dat was dan zo. Tweede genaamd... verdieping? Ik heb geen tweede verdieping. Ja, ja, maar we zijn er terecht gekomen. Nee. Daar heb je in de hoek, heb je sinds een of andere verbouwing heb je daar allemaal van die lounges. Oh, ben je daar beland? Ja, we zijn in een of andere kras lounge. De kras lounge. Ben je daar kras beland? Ik heb die ook gezien, ja, in die hoek. En we gingen wat bestellen en we zagen verder geen kassa. En we zagen alleen maar een kladblok met een hoop geturf. Dus je zo een turf? Ja, we hoeven die niet af te rekenen. Heb je niet afgerekend? Nou ja, van een uurtje of 10 tot en met 2 uur s'nachts niks afgerekend. Dus, daar ben je daar gebleven? Ja, we hebben gratis lopen zuipen. En na het tweede biertje daar zagen we in één keer, ik tik mijn maat aan. En ik zeg, hé, moet je daar kijken aan het eind van de bar. Ja. Daar staat gewoon Monique Smit. Hey. Dus die kregen we er gratis bij. En die deed ook een liedje zingen ook. Dus, oh, even krassen, dan weet je niks wat. Monique Smit, mensen. Uiteindelijk zijn we wel ontmaskerd, hoor. Dat duurde niet heel lang. Voordat de Guus Meeuwis met zijn Brabant en de Brabantse nachten zijn lang. En ja, we moesten een Polonaise inzetten. Maar ontmaskerd in de zin we helemaal door de mand. Ja. Maar je bent er niet uitgezet. Nee, maar nee, dat kan ook nog. Wat blij met ons. Want, ja, echt? Mooi, hè? Ja. Hey, maar even voor het... ja, ik wil één negatief punt roepen. Er is wat gebeurd in dat gat. Maar dat is waarschijnlijk behoorlijk opgeblazen allemaal, hè? Ja, kijk, ja. Er is wel wat gebeurd, denk ik. Ja, kijk, weet je, dat is niet bij. Het kwam meteen weer in de krant. We waren er allemaal niet bij. Maar nee. Het probleem is, denk ik... we gingen daar naartoe om een statement te maken met een hele grote groep. En het idee was dan om aan te tonen dat zo'n combi voor eens en voor altijd de prullenbak in kon. Ja. Dan weet je dat je niet onder een vergrootglas ligt, maar onder een telescoop. Ja, dan is ieder dingetje wat je doet, wordt gewoon uitvergroot. En dan ben je gewoon nat. En het is gewoon eeuwig zonde dat een perfecte dag tot een uur of, wat was het, 12 s'nachts. Ja, tot sluiting dat die gewoon om zeep is geholpen door ook al is het een klein incident. Ja. Je weet hoe het uitgemeten wordt. Je moet het gewoon dan niet wordt doen. Dan weer gezien als 500 man misdragen zich, tuurlijk, dat idee. Maar want, dat is niet zo. Nee, tuurlijk dus... niet. En er gaat nergens in de Telegraaf een artikel staan dat het ook reuze gezellig was de hele dag. Nee, er staat alleen in een artikel dat NAC-hooligans zichzelf misdragen in de binnenstad van Volendam. En dan gaat iedere burgemeester in een reflex en bij je combi... nou ja, die heb je voor de rest van het seizoen aan je broek. Ik had wel het idee, ik kreeg wel het verhaal een signaal... doordat de samenstelling van de groep die 's middags aanwezig was... en de samenstelling van de groep die 's avonds bij sluitingstijd in die kroeg aanwezig was... dat die volledig anders was. Hoe kan dat dan? Waar was die groep dan eerst? Ja, in andere kroegen die, die een andere sluitingstijd hanteren. Of nog niet in Volendam misschien, later gekomen. Ja, ik denk het. Ja. Maar ja, dat is wel jammer. Tot de aansluitingstijd was het vlekkeloos en niks aan de hand. Leuke dingen. Leuke, aardige mensen daar en je komt daar gewoon aanlopen en hallo en tot ziens. Ja. Dus zo was het eigenlijk. Ja, maar ja, we hopen dat het allemaal weer meevalt qua vergrootglas en dat het inmiddels een beetje verdwenen is, een beetje mat geworden is het vergrootglas. Nee, het heeft leuke foto's opgeleverd. In leuke anders. Foto's. Ik heb ook allemaal mooie foto's gezien van de toeristische attractie. Ja, mensen die, ja, ik geloof dat wie heeft zo'n pakje aangedaan? Ja, hey, die namen die gaan we niet hardop zeggen. Nou, dat doen we niet. Hey, ik wil even de tweede wedstrijd even skippen naar de volgende plaats. Aerosmith, Love in an Elevator. Dit is Breda Nu met NAC Praat tot 9 uur op je radio. Op de Bredaanse lokale zender.